Rechtspersoon Rosenblatt Gold Mines NV RGM blijft bestaan omdat slechts de hoofdaandelen zijn verkocht aan het Chinese mijnbouwbedrijf Xiying Mining Group Company. Dit zegt Romario Holband, hij is woordvoerder van de Rosenblatt Gold Mine werknemersorganisatie RGWO, over de huidige positie van de werknemers. Het vorig jaar, nadat de verkoop van RGM publiekelijk bekend werd gemaakt, ontstonden er onduidelijkheden over de werkpositie van de werknemers die vervolgens in actie gingen. Holband zegt dat na een gesprek tussen het managementteam van Xiying Mining en de bond er is afgesproken dat er geen sprake is van afvloeiing van de medewerkers. Wat de samenleving wel moet weten is dat de rechtspersoon Rosenblatt Gold Mines NV vooralsnog blijft bestaan. Het zijn de hoofdaandelen die zijn doorverkocht aan Xiying NV. Wat de status van de werknemers betreft, kan ik u aangeven dat we vorig jaar een meeting hadden tezamen met het managementteam van Xiying NV en het managementteam van IAM Gold en Rosenblatt Gold Mines NV. In die meeting is duidelijk aangegeven dat er geen sprake is van afvloeiing. Xiying heeft juist de intenties om de operatie uit te breiden, dus we kijken er positief naar uit. Op dit moment zijn de CAO-gesprekken gaande. Ze verlopen vlot en dat is ons main point nu. We gaan ons focussen om die CAO zo snel als mogelijk af te ronden. Wat we de werknemers van Rosenblatt Gold Mines NV vragen als bestuur is om hun bestuur te volgen en het volle vertrouwen in het bestuur te zetten, omdat we ons in het verleden ook al hebben bewezen wat betreft het aangaan van goede cao's voor de werknemers. Holband zegt dat de bond nu bezig is de collectieve arbeidsovereenkomsten, cao-gesprekken, te voeren in het voordeel van het welzijn van elke medewerker.